kwam gisteren van Bert Longin. De piloot uit Wilsele won immers op het fonkelnieuwe circuit van Portimão in Portugal de zesde manche van het FIA GT-kampioenschap. Het werd een prachtige wedstrijd met onverwachte wendingen. Het is ook de eerste overwinning voor het SRT-team met de Corvette C6 dit seizoen in het WK-uithouding. En Bert Longin zit hier in onze studio rechtstreeks van Portugal. Welkom, Bert. Hallo. Je hebt je beker meegebracht. Het is een fantastische beker. Ik neem aan dat je ook fantastisch gevierd hebt gisteravond in Portugal. We hebben niet hard gevierd natuurlijk, want er komen nog een paar belangrijke wedstrijden aan. Maar het was wel leuk, want mijn broer was daar met zijn vrouw en Mark Vriends was er met zijn vrouw. En nog wat mensen die overgekomen waren naar Portimão. En dan zijn overwinning vieren, s'avonds natuurlijk leuk, allemaal samen. Dus dat was fantastisch om dat toch weer mee te maken. Ik heb er precies een patent op. Als er een nieuw circuit is ergens ter wereld en we gaan er racen, dan kan ik de overwinning pakken. Dus ik ben natuurlijk heel blij. Het is ook belangrijk voor het kampioenschap. Want we stonden eigenlijk vierde en we komen nu op de derde plaats, maar echt met al een deelpunten voor op de vierde plaats. Ja. Het weekend begon schitterend eigenlijk, hè? Ook al tijdens de kwalificaties. Reden jullie erg snel? Ja, het was van in het begin eigenlijk juist. En het is heel moeilijk om de setup te vinden van de auto om snel te gaan. Het is natuurlijk ook een heel hoog niveau. En als je van in het begin erbij bent en je hebt de juiste setup, dan kan je natuurlijk gaan verfijnen. We hebben ondertussen ook een ras echte race engineer die eigenlijk vanuit de Formule 1 komt bij ons. Die toch ook weer een deel zaken bijgebracht heeft. Dus we waren absoluut op snelheid. En dan de wedstrijd, goed gestart. Maar dan even teruggevallen. Hè. Wat was er precies gebeurd? Ja, dus ik heb dus een teammaat, James Ruffier. De meeste mensen kennen hem eigenlijk niet. Nu, dus het is soms niet gemakkelijk om die gast binnen de lijnen te houden. En wat dan eigenlijk onze strategie van de vorige wedstrijden volledig overhoop gegooid. Omdat we toch een paar pijnpunten hadden die we wouden verbeteren. En hij heeft dus echt een fantastische start gemaakt. Eerst een half uur fantastisch gereden. Dan was er een probleempje met de auto. En dan krijg je natuurlijk de rust die je moet bewaren en communiceren met het team over de radio. En dat lukt dan op dat moment niet meer. En op een zeker moment stond hem zonder aan te kondigen via de radio in de pits. Ik had al wel wat communicatie gehoord, dus ik was voor zekerheid. Ik had mijn helm al opgezet. Maar de banden lagen niet klaar en zo. Dus we verliezen in die pitstop 25 seconden. Dus dat is natuurlijk eigenlijk een ramp als je in een winning positie zit. Ik kwam dan buiten, P8, min 25 seconden. Hè. De moed zakte eigenlijk in mijn schoenen, maar ik dacht, ja, verrekt, ik ga gewoon er een geweldige lap op geven. En dan heb ik eigenlijk op die 35 minuten 22 seconden op de kop toegereden. En dan kwamen we terug in een positie dat we konden winnen. En dan kwam er een safety car. Mm-hmm. En dat was natuurlijk wel ons geluk, want we zijn eigenlijk gewonnen met 33 seconden voorsprong. Maar dat neemt niet weg, als we ze niet moeten gehad hebben, die safety car hadden we volgens mij ook kunnen winnen. Dus we waren echt wel heel het weekend bij de muziek. Het was een fonkelnieuw circuit daar in Portugal. Alle piloten waren er vol lof over. Hè? Ja, het is fantastisch gebouwd. De accommodatie is geweldig, maar het is natuurlijk de baan die het verschil maakt. En je hebt tegenwoordig heel veel banen die accommodatie magnifiek zijn, maar de baan die eigenlijk niet challenging is. En dit is echt ongelooflijk. Het is steil omhoog, steil naar beneden, kort, heel snelle bochten met heel veel downforce. Dus het is een beetje een klein Francorchamps, maar dan nog agressiever. En iedereen praat altijd over het leukste of het beste circuit ter wereld is Francorchamps. Dit is eigenlijk mini Francorchamps, maar nog extremer. En de Formule 1 zal daar heel snel zijn, denk ik. Het is fantastisch. Ja. Het is eigenlijk al je vijfde WK, zeggen, in je carrière. Voel je nu dat je bij de wereldtop hoort? Ja, je moet denken als Belg, ik ben zeker dat ik daarbij hoor, maar als Belg moet je toch altijd de nuance erbij nemen dat je vanuit een klein land komt en autosport is natuurlijk financieel een ingewikkelde sport. Dus als je vanuit een grote market komt, Duitsland, Frankrijk, dan heb je natuurlijk gewoonlijk als piloot meer steun van oliefabrikanten, van bandenfabrikanten, van fabrikanten van auto's. Dus als Belg is het altijd moeilijker. En als je dan als Belg toch die jaren dat ik nu doe, altijd meestrijd om podium of om te winnen, dan denk ik dat ik dat echt mag zeggen. En het rare voor mij is eigenlijk dat ik ben nu 43 en dat ik nog altijd groei in die wedstrijden en dat ik eigenlijk nog altijd sneller rijd. Ik versta daar zelf ook helemaal niks van. Ik verzorg mijn eigen goed, maar het gaat eigenlijk fantastisch goed met mezelf. Je moet natuurlijk, autosport is een teamsport, dus je moet alles voor elkaar hebben. Over 14 dagen is er de voorlaatste manche in Frankrijk. Jullie staan nu derde in het WK. Vooral die derde plaats proberen te houden.
Ja, daar moet al iets gebeuren met de auto van Anthony of met de auto van Bartels om nog tweede of eerste te worden. Het kan mathematisch. En zeg nooit, nooit natuurlijk. En je mag nooit de strijdbijl begraven, dus ik ga er altijd voor. Maar ik denk, als we in deze situatie veranderen van teams en piloten en al die dingen, een derde plaats in dat WK kunnen halen, dan moeten we absoluut van een succes spreken. En ik ben echt blij met deze overwinning. Het geeft een beetje ademruimte en het geeft ook een beetje zelfzekerheid aan mijn teammaat. Want dat was eigenlijk het probleem, denk ik. Als ik nu zie dat hem dit weekend gegroeid is, dan stemt me dat wel gerust voor de volgende twee wedstrijden. Dan gaan we echt heel ambitieus naar die wedstrijden. Oké, we blijven duimen alleszins. Bedankt voor uw komst naar de studio.